Kenny Thijssen, hoe vaak heb jij van de week het met je broer gehad over de spitspositie? Ja, een paar keer toen we wisten dat de kogel geschorst was. Dan heb je het er toch over. En, ja, inmiddels weet ik wat ik moet doen als ik er sta. Want ik heb er nu een paar keer gespeeld. En ook mijn doelpuntjes gemaakt en belangrijk geweest. En blij dat het vandaag weer kon. Ja, het is je weer gelukt, hè? Ja, ik maak een goaltje. En, ik vind zelf dat er nog wel één bij had gemoeten. Maar dat mag niet zo zijn. Maar ik denk dat we niet moeten klagen met de 4-1 overwinning. Nee, als we nou even de wedstrijd doornemen met z'n tweetjes. Hè? De eerste 10 minuten. Wat deed de Graafschap toen anders dan in het vervolg van de wedstrijd? Maar ik denk gewoon dat wij erg slap begonnen. Ik stond er zelf ook van te kijken. Want ze kregen gelijk de eerste minuut een kans volgens mij. En gelijk een corner tegen. En 10 minuten ging ik even zij stormen, zeg maar, als het ware. En ik denk, dan komen we goed door. En daarna krijgen wij kans gelijk een goal. En je ziet dat het dan bij ons begint te lopen eigenlijk. Veel dreiging van onze buitenspelers die al een paar weken in vorm zijn. En ik denk dat hun backs geen grip erop hadden. Nee, en toen viel die 3-1 op het juiste moment. En dan denk je met z'n allen, dan gaat Go Eagles doordrukken na de rust. Ja, dat wilden we ook. Want we zeiden al, de rust denk ik nog niet dat het klaar is. Want ik weet nooit wat er kan gebeuren. Maar zoals je ziet, we kregen een paar kansjes. Die Jurrius die stopt een paar ballen geweldig. Dus ook daar allemaal complimenten voor. Maar ik denk af en toe dat we toch wat zorgvuldiger hadden moeten zijn. Maar ja, uiteindelijk blijft het nog de 4-1. En ja, ik had zelf nog de 5-1 moeten maken, maar ik weet niet hoe ik hem anders had moeten koppen. Dus geef ik weer de complimenten aan hun keeper. Is 4-1 voldoende? Dat zien we zondag, ik ben benieuwd. Ah, kom op, 4-1 is er wel voldoende? Goh, ik zeg gewoon alles geven daar en een doelpunt maken, dan is het wel goed, denk ik. Dus maandag feest? Als het goed is wel. Hey, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel, man.